Woensdag was het alweer trainingsweek nummer 4 voor de Zevenheuvelen Nacht. De lopers die via RN7 meelopen moeten eraan geloven dat het bijna zover is. Hardloopcoach Paul Eigelsheim is tevreden. Hij ziet dat het steeds beter gaat met de prestaties van zijn groep. Nou ja, vooruitgang die zijn er. En ja, je hebt een paar mensen die dus wat achterblijven. Maar ja, dat is geen probleem. Uiteindelijk gaat het dus om het uitlopen, de 7 kilometer, de lol, de fun. En de tijd doet er eigenlijk niet zoveel toe. Het is natuurlijk leuk als je hem binnen, nou, laat ik zeggen, 30 minuten kan lopen. Maar met deze groep doen we er ietsjes langer over. Dat gaat allemaal goed komen. Eigelsheim had na de warming-up een training in petto met veel intensiteit en daartussen rustmomenten. Vanavond ging het uitstekend. Trainingsavond nummer 4, dus het komt steeds dichterbij. We maken vooruitgang. We hebben 200 metertjes gelopen en totaal 4 kilometer was de afstand. 3 kwartiertjes lekker bezig geweest. Dat gaat prima, maar tevreden. Een van de lopers die woensdagavond ook weer meetrainde was Yvette Taken. Taken is zeer content over de prestaties tot nu toe. Ik ben al een tijdje aan het lopen en ik dacht het is misschien wel leuk om een keer met een groep te lopen. En stok achter de deur, elke week lekker trainen buiten. En dat is toch anders dan dat je alleen gaat. Hartstikke leuk. We hebben heel veel verschillende dingen gedaan. Een keer 7 kilometer aan één stuk gelopen. Wat intervaltraining. De omgeving is ook heel wisselend waarin we lopen. En we hebben eigenlijk een heel gezellige groep. Dus ja, ik ben wel enthousiast.